We staan hier voor het nieuwe gebouw van Sint Antonius. Vanwaar een nieuw gebouw? Nou, we hebben twee ziekenhuizen in Utrecht, in Ouderijn en Overvecht. Die gebouwen die zijn helaas verouderd en afgeschreven. En vandaar dat we dus nu een nieuw ziekenhuis hebben geopend. En dat nieuwe ziekenhuis is eigenlijk twee ziekenhuizen in één. En wat zijn de voordelen van het nieuwe ziekenhuis? Nou, het is een modern gebouw, dus dat past ook bij de moderne zorg van deze tijd. De looproutes zijn bijvoorbeeld heel kort en efficiënt, dus patiënten hoeven niet zo ver te lopen. En we hebben ook alle polyklinieken op één gang. Je kan hier voor alle polyklinische afspraken terecht. En het is ook een heel mooi open gebouw. Het is heel transparant neergezet met veel glas, binnentuinen, zodat mensen zich op hun gemak voelen. En wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Nou, vandaag hebben we allemaal activiteiten georganiseerd om de zorg die we hier bieden ook een beetje in beeld te brengen, om daar voorlichting over te geven. We hebben bijvoorbeeld lezingen van medisch specialisten, maar ook echt veel demonstraties. En omdat het ziekenhuis nog niet open is, dat is pas op 16 september, kunnen mensen ook bijvoorbeeld op de operatiekamer kijken. En de kamer waar je dus komt als je geopereerd bent. Daarna moet je even weer bijkomen van de operatie. Dat is allemaal te zien. Kinderen kunnen bijvoorbeeld ook oefenen met een scope heet dat, in een darm een snoepje weg te halen. Nou, normaal gesproken is dat natuurlijk geen snoepje, maar een polyp. En op de kinderafdeling hebben we ook berendokters rondlopen. Dus het is eigenlijk een hele speciale dag om gewoon eens, terwijl je niet ziek bent, even in het ziekenhuis rond te snuffelen. Ja, precies. Het is een dag als je niet ziek bent, kan je toch eens in het ziekenhuis komen. Wat was jij daarnet aan het doen? Een spelletje aan het doen. En wat is dat dan voor spelletje? Nou, dan moet je hier in de darm en dan zit hier in de darm een snoepje. Dus eigenlijk ben je een korte opleiding aan het doen voor dokter? Ja.